My name is Joe Hoege. I'm the general manager of Altec. Altec is a full service company in the maintenance and repair of rotating equipment, such as industrial drives, pumps, and vans. We serve over 5,000 customers across Europe. We do this from our headquarters in Genk and on site with the customer. Being a full service company, we uncouple the electric motor at the customer's location, bring it into the workshop. After maintenance or repair, the motor is reinstalled at the customer's site, where a good alignment is essential to ensure a longer service life. Our technicians work with shaft alignment tools from SKF, as they are easy to use. As no special training is required, almost anyone in our workshop or our on-site can do the job. En dat uitlijnen heel eenvoudig kan gedaan worden door mensen die het niet dagelijks gebruiken. Alles wijst zichzelf uit. Het heeft alle noodzakelijke functies en het is een robuust toestel met een hele goede uitlezing en toch blijft het toestel compact. Je kunt vertrekken met onder welk in de welk ook. Dus je hebt niet de klassieke 9, 12 en 3 uur nodig. Het heeft geen kabels zodanig dat er geen slechte contacten kunnen zijn. Alles wijst zichzelf uit, zodanig dat iemand die het weinig doet nog altijd het toestel heel goed kan gebruiken. Het heeft alle noodzakelijke functies. We gebruiken het toestel nu een jaar en we werken ongeveer met 8 à 9 mensen met het toestel. En wij hebben 3 toestellen in gebruik. Die toestellen worden in een bepaalde plaats gezet en als iemand dit nodig heeft, neemt ze eruit. Maar de indruk is dat het toestel altijd weg is en in een bepaalde wagens blijft staan omdat ze het graag gebruiken. Ik denk dat 95% van de uitleuningen buitenhuis gebeurt bij klanten en 5% wordt gedaan voor pompen die worden op skids geplaatst en dan vooruit gelijnd. Ja, je kunt met dat toestel ook foto's nemen zodat die in database blijven. Het is in de rapportage heel gemakkelijk voor die foto's in het rapport te zetten met je eigen logo. Zodat de klant direct herkent over welk toestel het gaat, dat welk toestel het uitgelijnd is. Ik denk dat we toch moeten rekenen dat we 2-3 uitleidingen per dag doen, gemiddeld. Dus als je dan kan tellen dat er 500-600 op een jaar zijn. Want sommige klanten laten ons uitlijnen, hoewel ze zelf een uitlijntoestel hebben, omdat ze er niet uit geraken. En dan is het een paar keer meegaan met ervaren mensen. In de werkplaats al uitlijnen had er iets moeten gebeuren. Dat ze rustig kunnen uitlijnen en dan een paar keer meegaan met iemand met 2 mensen dat grotere toestellen zijn. En dan worden mensen veilig alleen erop losgelaten.